Kijk, het kasteel van koning Stefan. En daar, in de hoogste toren, de prins. Dromend van haar ware liefde, prinses Aurora. Voordat ik een werk maak en ik maak het en het is goed. En dat is heel verwonderlijk, want meestal is dat dus niet zo. Meestal, ik maak schilderij, ik maak nog een schilderij, maar en dat staat daar dan. En ik zie gewoon schilderij en ik zie ook niks meer. Maar dat is de verslaving ook. Ik wacht tot dat gebeurt, weet je. Dus op een gegeven moment breng je iets tot stand dat mezelf dan verwondert. En dan denk ik, wat is er gebeurd? Het is gebeurd. Ik heb dan ook niet meer de indruk, ik heb het gedaan. Ik heb dat gemaakt. Er is iets gebeurd. En is het eerder uitzonderlijk? En is het meestal een gemier en gepruts? Meestal is het gewoon ploeteren. Zoeken, onderzoeken, dingen uitproberen. Soms sta je de hele dag heel geconcentreerd te werken. En dan maak je een schabouwelijk ding. En dan moet je s'avonds... rustig blijven. Niet in woede ontbranden. Wanneer vind je je werk goed? Het moet mij raken. Het moet ergens mij snijden op een gegeven moment. Een knife in the eye. In Michael Bormans waait naar eigen zeggen de geest van Geraardsbergen, waar hij in 1963 werd geboren. Die geest is even ondefinieerbaar als zijn werk of de ziel van de mattentaart. Pijnlijk mooie beelden maakt hij. Technisch altijd virtuoos en altijd zwanger van het absurde van dit bestaan. Schoonheid met de charme van een scheermes. Bormans speelt gitaar voor zijn plezier, studeerde vrije grafiek en fotografie en leerde zichzelf schilderen. Een laatbloeier, maar wel met een carrière als een vuurpijl. Van Tokio tot New York, van Gent tot Geraardsbergen. Van vorm veranderen, ik zie het. Het gaat een beetje raar uitzien. En uw broodtoer? Ik heb me laten vertellen dat je graag een pak draagt. Ja, als ik een pak draag, dan voel ik mij op mijn zondags. Alle dagen zondag? Ja, ik zal rapper op zondag dan geen pak dragen, natuurlijk. Ja, ik draag graag een pak. En vroeger, als ik schilderde, droeg ik uiteraard geen pak, lang geleden. Want ik zou het pak kunnen vuil maken. Maar op een zekere dag liep ik in mijn pak rond in mijn atelier en ik begon te schilderen. Zonder mij daar echt bewust van te zijn. En ik voelde dat ik mij op een heel andere manier concentreerde, omdat ik mij niet vuil mocht maken. En
Ja, ik vond dat heel goed. En sindsdien doe ik dat altijd. Kijk, ik laat mij altijd op als ik een werk wil maken. En het heeft iets ritueel dan. Dat atelier ook. Alles staat in teken van die concentratie, van die focus op dat moment. Dat zijn belangrijke momenten, dus... Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je voorzichtiger schildert. Met het idee een pak aan te hebben. Voorzichtig is een verkeerd woord, denk ik. Je bent eigenlijk geconcentreerder. Maar je mag ook niet te voorzichtig of te geconcentreerd zijn. Anders maak je ook een beetje geconstipeerd werk. Dus je moet daar zo'n raar soort evenwicht in vinden. Je moet enerzijds erg geconcentreerd zijn. En anderzijds... ook heel los, heel niet te krampachtig. Je merkt dat als je aan het werken bent, dan zit je helemaal in de schilderij, dan ben je van niks anders bewust. Dat is ook heel interessant, dat is ook erg verwant met musiceren eigenlijk. Als je improviseert, dan kun je er ook helemaal in raken. Het is eigenlijk behagelijk. Het is mooi geschilderd. Het is zorgvuldig geschilderd. Het is academisch geschilderd. Het is allemaal perfect, ziet er allemaal perfect uit. En aan de andere kant is het weer barstig. Ook een beetje morbide. Een beetje wrang. Dus dat is de tegenspraak. Het is bijna een conflict. Als hij tekent bijvoorbeeld, hè, dan gaat hij een tekening maken en gaat hij een eigen wereld opbouwen. En die wereld kun je bijna vergelijken met de plaats waar we nu staan. Die wanverhoudingen tussen, in de schaal verhoudingen tussen de mens en het enorme ding, het gigantische ding van hier. En het is bijna een werk van Bormans waarin we staan. Hier zie je dus twee keer hetzelfde schilderij, dezelfde compositie. Dat gebeurt ook wel vaker dat ik hetzelfde thema herneem. Dus ik schilder iets en ik denk dan, misschien moet het op een klein of groot formaat, of moet dit wat meer zus en dit wat meer zo. Het grotere werk is strenger, harder, psychologischer. Dat doet pijn bijna. De andere is veel emotioneler. Het komt veel emotioneler naar voren. Dus er valt voor alle twee iets te zeggen. Is het nu uw werk wat zo in één guit, zeg maar? Ja, dat is vrij snel gebeurd. Ik had... Ik werd tegenwoordig nogal vaak met model. En ik had met een model gewerkt en ik denk dat dat al ongeveer een jaar geleden is, dat ik het fotomateriaal voor deze werken, basismateriaal, heb gemaakt. Maar het schilderij heb ik pas 2 maanden geleden geschilderd. Dus soms moet ik ook met mijn basismateriaal een tijd omgaan, vooraleer ik een idee heb wat ik er kan mee doen. Soms moet dat ook rijpen. Tijd is een heel belangrijke factor in het tot stand komen van werken. In mijn tekeningen is dat ook. Ik maak nooit een tekening in één sessie. Dat duurt soms maanden. Dat is een dialoog. Je voegt iets toe op het papier aan de compositie en dan ligt dat daar. Dan moet je er iets aan... Het is vraag en antwoord. En ik geef dat graag tijd. Ik formuleer altijd... liefst het meest juiste antwoord. En als ik het antwoord niet weet, dan wacht ik liever. En met het schilderen of met het materiaal dat ik gebruik om de schilderij te maken, gebeurt dat ook. Het schilderij zelf maken, dat gaat dan weer sneller. Dat gebeurt in 1 of 2 sessies. Ik zou niet kunnen werken in een atelier dat losgekoppeld is van waar ik woon. Want
Ik wil dat het altijd beschikbaar is. Dat ik er altijd kan naar kijken, op elk moment, dag en nacht. Dat ik erover kan nadenken, dat ik ermee mee omga eigenlijk. Het is een manier van leven. Is een foto altijd wel nodig als startpunt? Ja, wel, daar is een traditie in natuurlijk. Hè. Sinds het ontstaan van de fotografie in de schilderkunst hebben schilders daar direct heel gretig gebruik van gemaakt. Hè. In mijn geval, vroeger werkte ik vaak met bestaand materiaal dat ik vond en dat ik recupereerde. Maar ik deed dan ook iets anders mee. Dus ik voeg er iets aan toe of ik laat iets weg. Ik bedoel, ik ga nooit de foto naschillen, dus ik manipuleer dat beeld altijd. Zowel qua licht, qua kleur, qua compositie. Zelfs als je bewust geen manipulatie doet, ga je als je schildert altijd manipuleren. Of dat je wilt of niet, je doet dat sowieso. Kunt u het een beetje voorover? Als je schilderij maakt, dan weet je, ik ben met die techniek bezig. Die heeft een hele geschiedenis, daar hangt van alles aan vast. Je kan dat er niet van loskoppelen. Ik vind het precies interessant dat schilderkunst zijn geschiedenis heeft. Dat je dat meedraagt, dat je daarmee dialogeert eigenlijk. Ik doe dat zeer bewust. Dus hier heb je... Ik zal het anders daar even zetten, dan zie je het beter. Hier heb je dus een schilderij dat bewust refereert naar schilderijen uit het verleden. De figuur die erop staat en het licht, ik bedoel de hoek van het licht die op de figuur valt, doet mij toch denken aan de Adamfiguur in het Lam Gods in Gent. Het licht is ook een beetje Caravaggiaans. En de man houdt dus duidelijk zijn neus vast. Het werk noemt het zo, man holding his nose. Dat is eventueel absurd te interpreteren, maar je kan het ook psychologisch interpreteren. Dus dat is dan weer zeer hedendaags. Ik zie het dus als zo'n mentaal zelfportret, dus de schilder die ons iets voorhoudt. Het is bekend dat mensen die liegen vaak aan de neus komen. Ja, ja. Dus dat vond ik dan wel interessant. Dat is ook weer iets typisch in mijn werk, de uitsnijdingen. Dat heeft te maken met het filmisch kijken, met het fotografisch kijken. Maar ook eigenlijk, en zeker in mijn geval, met het kijken naar kunst op reproducties. Dus de schilderkunst ken ik hoofdzakelijk vanuit reproducties en boeken. En daar staan ook vaak details in en zo in uitsnijdingen. Dus dat is de manier waarop wij er vandaag ook mee omgaan. Dus je moet geen groot schilderij maken om het veel inhoud te geven, om het veel kracht te geven. Dat kan heel klein. En dat probeer ik in deze reeks te doen. Ik probeer een aantal kleine werken te maken die veel ruimte nodig hebben. Die veel willen naar voren brengen. Zoals een bommetje. Allemaal kleine bommetjes eigenlijk. Wil ik doen. Kleine bommetjes aan de muur. Zoiets. Kleine messen in de ogen. Maak je soms wel grote werken? Ja, dat is al gebeurd, hè, als het onderwerp dat vraagt. Dus ik heb zo bijvoorbeeld het grootste werk dat ik ooit gemaakt heb, maar ik maak niet veel grote werken, noemt The Avoider. Dat is een man, een soort herderfiguur. En ik vond dat die heel groot moest zijn. Maar dat bepaal je intuïtief. Klein ging dat als beeld 1 niet werken, als schilderij. En het voelde voor mij ook niet aan dat het klein moest zijn. Het moest groot zijn. Dus het is geschilderd van daar, op die wand heb ik dat geschilderd. Van de grond tot aan het plafond. En dat was 3 meter en zoveel. En het werkte dan ook. Het had die grote fysieke impact. Zo. Iets dat een reus voor me. Het was echt een reus. En ja, dat werk had dat nodig. Dat is wel een beetje vuil opgevallen. Dit werk bijvoorbeeld is me ingegeven door een klein prentje in een oude encyclopedie. Veeartsenijschool. En de studenten staan dus rond de koeien. Dus hier stonden koeien tussen. Die heb ik dan weggelaten. En ik heb gewoon kopies van de figuren zelf ertussen zitten. Dus ze bestuderen zichzelf. Dus ze werkte niet, ja, waar ik om een of andere reden niet aan verder gewerkt heb. Waarvan ik dacht, daar werk ik later wel eens aan verder. Maar het is ondertussen al zo lang geleden dat het er misschien niet meer van komt. Maar nu vind ik het een interessant curieuze om te behouden als onafgewerkt werk. Ik zou het zo kunnen verkopen, maar ja, ik wil dat niet.
Ja, maar die combinatie vind ik wel interessant. Dat bordje dat doet denken aan het aureool en ja. de heel ingetogen blik. Maar het is ook heel baldadig om zoiets te doen. Net, hè. Het is heel onnozel tegelijkertijd. Dat vind ik interessant. Ik vind het haar heel goed geschilderd. Daar ben ik heel tevreden over. Zo, ja. Zo ja. Velasqueans bijna. Daar ben ik heel blij mee. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? That hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. I keep seeing the blue light of a TV show. Oh, het is prachtig. Zo zinloos. Het is op een prachtige manier zinloos. Ik denk wat Michael doet is eigenlijk, hij gebruikt film als een andere manier om schilderijen te maken. En ik weet niet meteen wie dat soort aanpak al heeft gehanteerd. Er is ook een heel grote videokunstenaar, Bill Viola, die ook met dat idee heeft gewerkt van dat een film bijna een soort tableau vivant wordt. Maar dat is toch heel anders, want Bill Viola is heel bombastisch. Is heel super emotioneel, super gechargeerd. Het gaat over de grote thema's, dus leven, dood, geboorte, afscheid. Terwijl bij Michael is het heel ingetogen en het is ook heel mysterieus. Als je een aantal van de films bekijkt, we hadden ook een gesprek over waarom zijn het zwarte acteurs? Want je gebruikt hen eigenlijk als een soort poppen. Want er wordt niks gedaan met hun identiteit. Het is alleen de esthetiek van het zwart zijn. Van het zwarte contrasteert met het wit en dat kun je ook heel erg verkeerd begrijpen. Met een heel eenvoudig beeld roept hij ontzettend veel vragen op. Ik ben heel slecht in titels. Dus het meisje, ik noem het Vlaams blokmeisje, wat niet mag van Michael. Het meisje met de Vlaamse leeuw op haar trui. En ik dacht, als Michael Bormans een film gaat maken, dan is het dit eigenlijk een tableau vivant. Eigenlijk een film die geen film is. Want er zit geen actie in. Of er zit geen handeling in. Er zit een actie in. Er is een soort rotatie. Maar er is zeker geen plot. Maar eigenlijk is er ook geen handeling. Want het meisje wordt een soort sculptuur. En op het eerste gezicht weet je ook niet van, is het een wassen beeld of is het een meisje? En het heeft ook iets heel pervers, want hij reduceert eigenlijk dat lichaam tot een object. En tegelijkertijd is het ontzettend mooi, het is heel ontroerend. Ze heeft iets heel onschuldigs. Er zit helemaal niks Lolita-achtigs in, maar ze is echt een popje. En dan door die Vlaamse leeuw op de borst, wat ik denk, waarschijnlijk alleen maar Belgen of mensen met een heel degen kennis van de Belgische geschiedenis kunnen weten, wat een heel vreemde bijklank heeft. Aan de ene kant, waar Michael ook ironisch op zin speelde, was van ja, ik word ondersteund door de Vlaamse gemeenschap. Dus het is eigenlijk een soort branding. Het is een logo van degene die me financieel ondersteunt. Maar aan de andere kant kreeg het natuurlijk ook heel rare. Het kreeg toch een beetje bruine connotaties. En dat is in een werk dat zo lieflijk is, is het heel vreemd. What strikes me is, I always thought that his painting
was very cinematographic. Exactly. It seems like a natural step. Yeah. So and now he makes the opposite. He makes films that are absolutely painterly. And this shift between the two ways of working with image, and so proficient in the two medium, really strikes me. And I think people will understand that and will see that. Ja, nou is het zo dat er ongelooflijk veel vraag is naar het werk van Michael. En er is absoluut, we kunnen gewoon niet aan die vraag. Er is gewoon veel te veel vraag. En hij heeft. Hij maakt niet zo heel veel werk. Dus de meeste mensen moeten we teleurstellen. Het is ongelooflijk dat Wade is aan 3 musea verkocht. En er is een hele belangrijke Amerikaanse verzamelaar die. Die de president is van een van de grootste Amerikaanse musea. Die heeft echt gesmeekt of ze alsjeblieft de AP, van het, dus de artist proof van het werk, van de video mocht hebben. En er is zoveel vraag naar zijn werk. Het is niet bij te houden. Als je een voorstelling hebt op een schilderij, bestaat geen enkele twijfel over dat het over verbeelding gaat. Dat het over een leugen gaat. Eigenlijk, het heeft geen enkele documentaire waarde. Dat is interessant. Daarom, dat is een van de voornaamste redenen waarom ik met schilderkunst bezig ben. En cinema heeft dat ook. Ik vind ook de vroege cinema, ik wil er ook wel vanuit dat perspectief naar teruggaan. Het archaïsche. Ik werk ook zeer archaïs met een vaste camera en heel amateuristisch eigenlijk. Hè. Maar ik zoek dat ook wel bewust. Het zijn toch duidelijke referenties met de vroege cinema, de manier waarop ik ermee omga. Dat is ook vanuit mijn eigen onkunde natuurlijk. Ik probeer van de nood een deugd te maken. Maar het is ook zeer moeilijk en lastig. Eigenlijk haat ik het. Maar ik moet het doen, ik kan niet anders. Ik vind dat ik het moet doen, maar het is zeer omslachtig. Je moet met andere mensen. Ik ben niet zo sociaal. Je moet dat met andere mensen. Dus ook, die films zijn ook uiteraard niet meer. Dat is niet meer 100% je eigen verdiensten. Je doet het ook niet meer alleen. Je moet met mensen werken en die hebben op een gegeven moment ook een inbreng. Dat is absoluut zo. Ik ben een aantal mensen echt schatplichtig. Dus Nicolas Karakatsanis bijvoorbeeld, de cameraman. Soms heeft hij een idee die de film ergens in een ander perspectief plaatst. Of die benadering een beetje verandert. Soms is dat maar een accent, een detail. Maar soms maakt dat veel verschil. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. You got to hold on. You got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on. You gotta hold on. Ik heb gisteren wel vergeten die tekst te lezen van Magnus Petersen. Michael is een moeilijke, streng man voor zichzelf en voor zijn werk. Hoe moeilijk is hij om mee samen te werken? Dat valt goed mee. Het is mijn momenten. Soms is hij. Het hangt ervan af hoe het schilderij vordert. Als het heel goed gaat, is hij een fantastische
persoon om mee te, samen te werken. Als het moeilijk gaat of hij weet niet goed welke richting hij wil uitgaan, kan het bijzonder lastig zijn. Hij kan behoorlijk kwaad worden, echt heel choleriek reageren als iets niet lukt zoals hij het in zijn hoofd heeft. Kan hij behoorlijk kwaad worden, maar dat gaat wel vrij snel over. Tegen de avond is dat wel beter. Je bent zelf kunstenares. Ja. Is dat een voordeel in zo'n relatie? Of is dat... Ja, ik denk het wel. We praten vaak over beeld, beeldvorming en zo. En we verstaan elkaar ook heel goed op dat vlak. Hij weet ook wat dat hij aan mij heeft. En ik vraag hem ook voor mijn foto's wat dat hij ervan vindt. Dus ik denk dat het een voordeel is, absoluut. Het is een vorm van kruisbestuiving. Ja, ja, ja. Hij heeft je ook geregeld als model gebruikt. Ja, af en toe, ja. Soms zoek ik ook modellen, omdat ik ook weet welke types hij zoekt. Kunnen dat dan mensen zijn die je gewoon van straat plukt? Ja, ja. De zoon van de bakker op de hoek heeft ook geposeerd hier. Wade is eigenlijk het meisje met het pleurokje die ronddraait. Dat was oorspronkelijk een tekening. En dan zijn we een meisje beginnen zoeken. Tekening is eigenlijk je eerste passie. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Van kindsbeen af? Passie, ja, ik weet niet. Passie, het is altijd iets heel evident geweest. Het schilderen zie ik veel eerder als een passie. Dus, dat is passioneel in de zin van hevige momenten van aantrekking, maar ook hevige momenten van haat. Tekeningen is voor mij meer rust. Zoiets als schrijven, iets alledaags. Ja, ja, dus het heeft een bijna literaire functie voor mij. Dus, zoals een dagboek. Het is altijd aanwezig geweest in mijn leven. Ik vind het iets heel evident. Ik teken ook al veel langer dan ik schilder. Dus ik heb daarin, technisch dan, een grotere maturiteit dan misschien. Dus hopelijk wordt dat bij het schilderen nog zo, dat ik binnen 20 jaar kan zeggen, ik moet al minder weggooien. Het zou me verbazen, maar je weet nooit. Ja. Heb je nooit een angst voor het witte blad? Ik werd nooit op een wit blad. Gebruikt. Ik heb nog nooit papier gekocht om een tekening op te maken. Wel vroeger op school, zo'n schetsblok of zo, maar ik werk altijd op een papier dat ik vind. Recyclage in feite? Eigenlijk recyclage, ja. Zoals dit werk bijvoorbeeld? Ja, kijk. Dus de achterkant van een boek, een waardeloos boek, maar het is leuk, om te tekenen. Ja, want ik herinner me ooit in de kunstenmajoren, zat er een jongen in de klas en die smeet zijn blad papier. Toen is dat begonnen eigenlijk in de vuilbak, want er was een vlek op. En ik vond het veel interessanter met die vlek op natuurlijk. En ik vind vaak als er al een spoor is op het papier. Like dit papier is heel mooi, dat is een oud papier. Er zijn vlekken op, vetvlekken. Dus hier stond al heel wat op vooraleer ik aan de tekening begon. Dus ik heb maar heel weinig moeten toevoegen. Het is een heel suggestieve tekening. Ik werk niet graag op iets wit, ook als ik schilder, wanneer ik schilder. Een doek bijvoorbeeld. Hier zit een soort beige grijs. Geef ik ook altijd een gekleurde grondlaag. Afhankelijk ook van het schilderij dat er gaat opkomen. Soms doe ik het wat meer in de rode tinten. Afhankelijk van de achtergrond. Of als je bijvoorbeeld. Maar dat is. Ja, dat is een manier van werken die in de barok is ontstaan. Hè. Dus als je bijvoorbeeld een figuur, een menselijk figuur gaat, met huidskleur en zo, gaat schilderen, dan is het interessant om je achtergrond al een beetje in die tinten te doen, omdat dat doorschemert. Of als je een stuk vergeet in te kleuren of in te schilderen, stoort dat dan ook niet. Dat zie je heel goed in het werk van Velázquez, dat soms de grondlaag van het doek gewoon bloot is. Gewoon een handje dat daar ergens in de achtergrond is. Het is gewoon uitgespaard. Het is een efficiënte manier van werken gewoon. Ja. En op een wit doek werken vind ik, dat is pure horror. Daar breng je iets op aan en dan heb je een dialoog met al dat wit. Ja, daar, zo kun je niet werken, vind ik. Ja. Vroeger, toen ik nog les gaf, had ik wel eens een schetsboekje bij.
Omdat je in het onderwijs soms een beetje moet wachten tussen uren of tijdens middagpauze of pauze. Zat ik soms een beetje te tekenen. Soms zelfs tijdens de les. Studenten vinden dat interessant. Ook bijvoorbeeld hier. Dat was een opdracht. Hè? Een vos die een kan vasthoudt. Ik teken dan mee. Dat motiveert de studenten. Dat maakt de opdracht dan ineens heel geloofwaardig. Als ze zien dat je er zelf ook belangstelling voor hebt. Heel eigenaardig. Maar... ja, of model tekenen. Ja. Ja, dit is een beetje verbeelding eigenlijk. Dit is een soort... Strip ook. Zo'n stripverhaal. Dat is dan gebaseerd op teksten van Hans van Erzelen. Teksten die hij zong of zingt in onze band, de Singing Painters. Dit nummer noemt Brain Dust. En ik heb er eigenlijk een soort stripverhaaltje rond gemaakt. Wooden David Jack. And what about you, Mavis? How are you liking this wooden bear, Mavis? Mavis, Mavis. Zou je Michael Bormans een nonconformist noemen? Nonconformistisch? Ja, puur sang zelfs. Dat zit ook in zijn werk. De kracht bij Michael zit in het feit dat je inderdaad gedwongen wordt om naar dat werk te kijken. Het werk, het beeld laat je niet los. Zoals je een fabelachtig gedicht van Rilke leest. Je hoeft daar niet elke zin van te snappen. Waarom in godsnaam wordt van hedendaagse kunst een theoretisch discours verwacht? En net Michael, meer dan andere kunstenaars, ontsnapt daaraan. Hij produceert dat soort beeldmateriaal die eigenlijk niet toestaat dat je er begint over te theoretiseren. Michael en ik hebben in dezelfde klas gezeten. We waren van bij de aanvang, van bij het eerste moment, bevriend. Dankzij Michael kwam ik dan ook in dat pand te wonen waar later Crocs begonnen is. Het is eigenlijk in zijn kot, in zijn atelier, dat leeg kwam te staan dat we begonnen zijn. In een kraakpand. Eind jaren 80 was er in Gent eigenlijk niet zoveel mogelijkheden voor jonge kunstenaars. Het experimenteel kraakpand van toen is intussen een heus kunstencentrum geworden. Hij heeft hier ook zijn debuut gemaakt, is het niet? De allereerste tentoonstelling in 95, ja. Ik vermoed zijn eerste soloproject. Het project daarvoor zat hij nog in een meubelzaak, wat veel zegt over de carrière die Michael op dat moment had. In 99 heeft hij dan een tweede solo gehad. Dat was op de drempel van zijn grote doorbraak. Dat was de drempel van zijn grote doorbraak, ja. In die zin dat, dat toen bijvoorbeeld de provincie en het SMAK komen kijken is. Zodat van het ene is aan het andere gekomen, uiteraard. Hier nu bij Velázquez. Ja. In ditzelfde museum hebben we misschien wel de meest fabelachtige collectie breugels ter wereld. Waarom Velázquez? Ik heb alle bewondering ook voor Breugel. Dat is fantastisch goed werk. Maar vanuit mijn perspectief, in mijn, wat ik vaak gezien heb als jonge man, wat mij heel erg begeesterd heeft om te gaan schilderen, is toch wel het werk van Velázquez. Ik ken deze werken allemaal al heel lang van reproductie. En ze hebben een sterke invloed gehad op mijn denken over schilderen. En is het dan het métier van Velázquez wat je bewondert? Ja, eigenlijk is het vooral dat bij hem. Kijk, ik kom hier zo binnen. Gisteren kwam ik hier binnen voor het eerst. Ik kom binnen. Ik heb een heleboel zalen gezien met schilderijen, allemaal heel interessant. Ik kom hier binnen en ik denk zo, ah, Velázquez. En dat is zo een verademing voor mij, omwille van dat eclatante van de werk, die frisheid die blijft. Dat is uniek.
En dat is zo een heel apart aanvoelen. En ik kijk daarnaar en ik zie dit bijvoorbeeld, dit prachtige portretje. En we zien dit. En ja, dan zie ik, dan kan ik even goed binnenkomen en zeggen, aha, Charlie Parker. Weet je, dat is even lichter, die accenten, die structuren, die accenten die gelegd worden. Dat zijn noten bijna. Hoe dat in elkaar zit, dat is echt wel kicken voor mij. Dus ik raak, dat ik in zo'n zaal ben met dat soort werk, ik raak hier ook bijna niet buiten. Ik blijf daar naar kijken, ik geniet er enorm van. Het is een zeer sensueel genoegen. En Velázquez, dat is bekend, die liet speciale penselen maken met hele lange stelen. En daardoor heeft hij die spontane toets. Dat kun je niet als je zo van dichtbij erop zit. Dan krijg je nooit die spontaniteit, nooit die directheid. Dus die ziet... hij wist heel goed wat het idee. Dus hij heeft die accenten gezet met een lang penseel. Een meter lang, hè? Of langer zelfs. Dit is een bescheidener schilderij, maar het heeft mij altijd het meest aangegrepen, eigenlijk. Niet in het minste omwille van de tragiek van het werk. We zien hier een heel klassiek portret van een kroonprins, een jonge kroonprins. Ja, hier is hij 2 jaar en hij is op 4 jaar gestorven. Ja, ja. Dus hij was toen, dat hing toen al in de lucht. Hij hangt ook vol talismannen, amuletten, die hem beter moesten maken om hem te beschermen. Omdat het een ziekelijk kind was. En Velázquez heeft dat ook een beetje intuïtief aangevoeld en op die manier ook in beeld gebracht. De achtergrond wordt al heel donker. Dus dat voorgevoel is daar. Het is ergens toch wel erg gloomy ook. En dat hondje kijkt ons ook aan, zo van, wat gaat het hier worden? Welke kant gaat het uitgaan? Ik vind het technisch ook zodanig weergaloos. Het treft mij elke keer. Het is ook, voor iemand als ik, is dat ook een beetje ontmoedigend natuurlijk. Maar met een paar Velázquezen kan ik, als ik dat gezien heb, kan daar nog mee omgaan. Maar als ik Prado bezoek, kan ik 6 maanden niet meer schilderen. Ah, never mind that space stuff. Let's get down to earth. Het is eigenlijk ook een beetje uw lot geweest. Als kunstenaars quasi overnight van scratch to riches komen. Ja, ja, het is wel even aanpassen. Het is beter voor een kunstenaar dat hij arm is en het heel moeilijk heeft natuurlijk. Ik zal dat niet ontkennen. Maar voor mij komt het erop aan om professioneel genoeg te zijn en gefocust genoeg te blijven op wat mijn originele objectief was. Ja, ik doe mijn ding. Is de kunstmarkt daar content mee, dan is dat meegenomen. Ik ben daar niet rouwig om. Absoluut niet. Maar als de kunstmarkt afhaakt, ja, dan zal dat ook mijn lot zijn. Maar ik vind dat ik toch integer werk moet maken en trouw moet blijven aan wat ik wil daarin. Dat is heilig. Ik ben daarin zeer eerzuchtig, ook tegenover mezelf. Het zijn 2 cirkels. En die mensen liggen daar. Dus ik heb wel een tijdje lang gevraagd aan mensen van, zien jullie daar lijken in of iets? En niemand zag dat, dus dan hebben we besloten om het te doen. Het is een vrij donkere hoes, maar het is net niet morbide. Dus, maar Michael heeft echt alles gedaan. Hij heeft ook de teksten uitgeschreven, de achterkant gedaan, de inlay, dus op de cd zelf. En de vinyl is ook prachtig, uiteraard het formaat dat we kennen. Hij doet dat heel mooi, die doorhalingen zijn eigenlijk heel schoon. Zonder doorhalingen en fouten en, gelijk dat ik al zeg, typex correcties, zou het helemaal niet zo interessant geweest zijn. Het is gewoon fijn en ook, je ziet ook, hij heeft niet proper op lijntjes geschreven. De tekst gaat soms een beetje schuin naar boven en het leeft gewoon. Het is gewoon helemaal Borremans, heel goed. Life can wait, and he waits until he's ready to fall for the way to see if everything.
hoopt nu Michael Bormans? Het zijn een heleboel musea die werk van hem hebben gekocht. Er zijn ook een heleboel grote, belangrijke verzamelaars die werk van hem hebben gekocht. En nu, momenteel, is het grootste probleem voor ons is de speculanten. Die gemerkt hebben dat het werk eigenlijk in een vrij korte tijd zo gegeerd is geworden. Dat we al mee hebben gemaakt dat... Goed, er zijn in de tussentijd ook al twee werken op beveiling gekomen die een enorme prijs hebben gehaald. En op dat ogenblik wordt het natuurlijk voor een jonge kunstenaar en voor een galerijhouder heel moeilijk om een juiste prijs te handhaven. Want het betekent dat als wij vandaag een werk kopen en we verkopen het aan de verkeerde persoon, dat die persoon binnen de maand 3 keer, 4 keer zoveel winst maakt dan de kunstenaar en de galerijhouder samen. I was standing down in New York town one day. Standing down, ooh, that New York town one day. I was standing down that New York town one day. Just singing, hey, 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 hey. I was broke, I didn't have a dime. I was broke, ooh, I didn't have a dime. Yes, sir, I was broke and I didn't have a dime. Every good man gets a little hard luck sometime. Every good man gets some hard luck sometime. Every good man gets a little hard luck sometime. I say every good man gets a little hard luck sometimes. When you're down and out and you ain't got a dime. No, it's not in focus yet. Little more. Yes. No. Yes. Something like that. What you do, woman, that sure don't worry me. What you do, woman, ooh, that sure don't worry me. I said, what you do, woman, that sure don't worry me. I got more woman than the Civil War set free. Ik presenteer mijn films zoals schilderijen doorgaans gepresenteerd worden. Dus ze zijn aanwezig op een muur. Het is niet de bedoeling om als toeschouwer het uit te kijken, het verhaal te achterhalen. Het is gewoon aanwezig. Het is een aanwezigheid in een ruimte, net zoals een schilderij dat kan zijn. Dus je kijkt er zo lang naar als je wil. Een schilderij is eigenlijk, net zoals met films, een soort suggestieve constructie. Eigenlijk toon ik altijd zo weinig mogelijk informatie. Ik laat altijd dingen weg. Dus je moet als toeschouwer moet je bijna altijd een rol van medeplichtige spelen. I just think that they're definitely very mysterious. There's like it's always just something about them that I can't really put my finger on. Like something's off or something. And it's really interesting to see them in such like a we'll get that feeling from such a classically rendered painting. Ik laat het allemaal zeer graag open. Het beeld blijft altijd ongedefinieerd. En er zijn altijd een spectrum van mogelijkheden om ermee om te gaan. Wat wil ik nu eigenlijk vertellen? Ik ben de draad even kwijt, sorry, straks misschien. Het was belangrijk hoor, maar... Het werk is zeer claustrofobisch, heel... gesloten van sfeer, terwijl het van betekenis heel, heel open is, heel moeilijk te vatten is. Dat is wat ik wou vertellen eigenlijk. Wat weer kwijt, hè? Dat is ongelooflijk, hè? Wordt naar jou gekeken als een, hier in Amerika, als een Europees kunstenaar? Ja, ik denk dat wel, ja. Ik denk dat het voor een Amerikaan toch wel
Ja, dat is duidelijk geen Amerikaans werk. Dat is heel... zelfs Belgisch, vind ik. Ik ben uit Gerardsberg afkomstig. Ik denk dat de geest van Gerardsberg nog steeds in mijn werk rondwaart. Would you say he is a typically Belgian artist? I wouldn't say he's typically Belgian, but I think that there are predecessors that one can certainly see. Belgian surrealism has a great tradition that is obviously present in his work. So there are predecessors who no doubt he's aware of that have somehow shaped his own sensibility, but I think it's, of course, much broader than that. You're preparing a book on his paintings. Do you see something like an evolution? Absolutely. I think that his painting, in every sense, is getting better, both technically and more sophisticated in the painterly technique, actually. Also, issues that have been present in his work from the beginning are becoming clear, clarified through the act of painting. And I think he's also made a transition from working with images that he culled from popular media, from the internet, from magazines, to actually creating the subject matter himself and then painting from those works, photographs that he makes, films that he makes, working with live models. Ik denk dat hij een van de weinigen is die met heel veel overgave het medium schilderkunst een nieuw leven heeft ingeblazen. Ook al is het natuurlijk heel erg gerelateerd aan oude meesters en is het heel erg in de traditie van schilderkunst te plaatsen, denk ik toch dat hij kans gezien heeft om op een heel erg authentieke schilderkunst te maken met een heel erg eigen stem, een hele persoonlijke stem. Hij pusht zichzelf ook heel hard. Zoals hij ook net zei tegen ons, dat hij 20 schilderijen had, maar uiteindelijk vond hij dat er maar 5 goed genoeg waren. Er zouden meer kunstenaars zouden dat moeten doen. Today I passed you on the street and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you. Tenminste voor Helmut Lotte, die zouden wel beter kunnen. A picture from the past came slowly stealing as I brushed your arm and walked so close to you. Then suddenly I got the old time feel. I can't help it if I'm still in love with you. Mijn grootvader is de eerste persoon die ik gekend heb die met beeld bezig was. Ik was fotograaf. Dus ik zat als klein ventje vaak met hem in de donkere kamer. Hij ontwikkelde films, hij ontwikkelde foto's. En die magie van die beelden die tot stand komen in dat donkere keldertje. Dat is misschien wel heel bepalend geweest. Hè. Zou je kunnen zeggen dat dat de baarmoeder is van zowel je belangstelling voor fotografie en de film? Wist je tamelijk snel van, ik zal kunstenaar worden? Kunstenaar, dat wist ik zo nog niet zeker. Maar ik wou in elk geval met beeld iets doen. Wat dan ook. Je bent een voortreffelijk tekenaar. Want die het métier onder de knie heeft in al zijn aspecten. Dat is niet helemaal. Ben je er altijd geweest? Was je, Nee, ik was niet uitzonderlijk getalenteerd als kind. Dat viel niet op, denk ik. Maar ik was heel erg geïnteresseerd daarin. Dus ik wou me erin bekwamen wel. In techniek, in tekenen en zo. Dus ik heb daar hard voor gewerkt, denk ik. Was dat altijd? Maar ik heb niet zo'n talent waarbij de... ik was niet direct virtuoos, ik was geen wonderkind erin of zo. Absoluut niet. Integendeel zelfs misschien. Ik heb periodes gehad dat ik het schilderen ook heel vermoeiend en vervelend vond. Ik heb daar lang een soort haat-liefde verhouding mee gehad. Maar dat gaat geleidelijk beter. Omdat ik gewoon minder werk. Ik doe minder mijn best. En dat is beter eigenlijk. Ik laat die schilderij gewoon komen als ze moeten komen. Dat hard werken, dat labeur, dat is voor sommige schilders misschien interessant om te doen. Maar bij mij, dat brengt echt niks bij. Ik maak dan een hoop schilderijen die bijna goed zijn.
En dat is echt niet prettig om zoveel schilderijen te maken die bijna goed zijn. Daar kun je niks mee aanvangen natuurlijk. Dus ik word daar allemaal een beetje filosofischer in. Ja. Maar je moet natuurlijk voldoende schilderen om de taal te blijven beheersen. Het is niet, ik kan die 6 maanden niet schilderen, dat ga ik nooit doen. Ik ben nu 3 weken niet aan het werk. Ik zit tussen 2 tentoonstellingen. En ik begin al heel moeilijk te worden. Want dat is een stuk van... dat creatief bezig zijn, dat is een groot stuk van mijn identiteit. Als ik een goed werk heb gemaakt, dan ben ik heel trots. Ja, ik heb dan iets verwezenlijkt waar ik zelf van verbaasd ben soms. En, als het uw eigen verwachtingen overtreft... dat zijn heel fijne momenten. Dan vier ik feest ook, hè. Dan drink ik champagne. Kijk, het kasteel van koning Stefan. Met daar, in de hoogste toren, dromend van haar ware liefde, de prinses Aurora. Maar is dat niet hetzelfde boerenkind dat onze prins met heel zijn hart bemint? Haar, goud als de zon, lippen rood als de roodste roos, ligt zij daar stil en ademloos. De tijd verstrijkt, maar 100 jaar voor zo'n toegewijd hart gaan snel voorbij. En nu is onze prins weer frank en vrij. Weg rijdt hij op zijn edel ros op weg naar haar die hij bemint. En hij bewijst met een echte liefdeskus dat ware liefde overwint. Nog meer informatie, surf naar canvas.be en clara.be.